Op zondag 3 mei organiseert de historische kring Albertusberg een fietsexcursie langs de overblijfsel van de Hilversumse tankgracht. De excursie begint om 2 uur op de Kerkbrink. Deze kost €2,50 per persoon. Vanaf volgende week neemt de politie de nieuwe digitale flitspaal op de Johannes Gerardsweg in gebruik. Deze vangt een oude analoge paal. Naast de snelheid controleert de nieuwe flitspaal ook het rijden door rood. U bent dus gewaarschuwd. De 3 wedstrijdteams van Fit by Rocks hebben zaterdag tijdens de Utrechtse Dance Award uitstekend gepresteerd. In de beeld viel de Hilversumse dansstudio 3-maal in de prijzen. Op de binnenplaats van het Raashuis staat alles weer mooi in bloei. Dit is een van de weinige plekken in Hilversum waar dit zo mooi te zien is.